Met beide benen op de grond staat naast mij stuntvlieger Frank van Houten. Hij heeft al stunts uitgevoerd boven het festivalterrein. Hoe is dat om te doen? Ja, ik vind het fantastisch leuk. Het is een enorme kick iedere keer weer als je met zo'n vliegtuig vliegt. Want het is een vliegtuig wat eigenlijk alles kan. Het vliegtuig kan meer dan ik. Dus iedere keer als ik vlieg, dan leer ik weer nieuwe dingen. Ook als ik hier vlieg. Dus dat maakt het gewoon een enorme kick. Het blijft altijd leuk. Nu gaat dit weekend verschillende stunts uitvoeren. Wat is nou het moeilijkste wat u gaat laten zien? Het is een beetje hetzelfde als met freestyle motocrossen. Er zijn een aantal manoeuvres die je dan oefent voor zo'n seizoen. En de moeilijkste manoeuvres zijn eigenlijk de manoeuvres waarbij je bijna stil hangt, maar waarbij de propeller het vliegtuig een beetje overneemt. Dus een propeller is een enorme gyroscoop, dat is zo'n heel snel draaiend wiel. En als je dat ding dan laat bewegen, dan krijg je allerlei reacties van die propeller op het vliegtuig die buiten de roeren omgaan eigenlijk. En dat zijn de moeilijkste figuren. En is dat nou anders om dat specifiek boven zo'n festivalterrein te doen? Dat ligt eraan. Ik doe het best wel regelmatig op verschillende locaties. Op locatie is wel lastiger dan op boven een vliegveld, want daar heb je natuurlijk zo'n hele mooie baan onder die je kan zien. En hier moet je altijd even kijken van waar staan de hoofdtenten en waar is iedereen. Dus dat maakt af en toe wel ietsje lastiger. Ja. Hij staat nu aan de grond van het festivalterrein. Wat vindt u van de Zwartcross? Ja, het is mijn eerste keer hier, dus ik ben het allemaal nog een beetje aan het bekijken. Maar ik kan wel zien dat er een enorme vibe heerst hier en dat het volgens mij een heel leuk festival gaat worden. Dus laten we hopen dat het qua weer allemaal mee zit. Dan moet het volgens mij helemaal goed komen dit jaar.